Rain or shine, een potje hardlopen is altijd fijn. Wij zijn vandaag in Stadskanaal bij de Klap tot Klaploop. Wij gaan meedoen met de 10 kilometer. Dit is van Musselkanaal naar Stadskanaal. Wij worden straks met een bus naar Musselkanaal toegevoerd. En wij mogen weer hardlopend door de keiharde regen richting Stadskanaal. Ik zie jullie zo bij het startnummers afhalen, jongens. Nou, we hebben de plek gevonden waar we het startnummer op kunnen halen. Even kijken of die voor mij erbij zit. Rossing. Rossing, wat ga je lopen? De 10 kilometer. Hartstikke bedankt. Even kijken, we hebben nummertje 6629. Wij gaan hem even bevestigen en ik zie jullie zo bij de start. Nou, we hebben iemand gevonden van de organisatie. Met wie heb ik het genoegen? Ja, goedemiddag. Mijn naam is Bert de Graaf. Dag Bert de Graaf. Jij bent dus van de organisatie van de Klap tot Klaploop. Je hebt geen lekker weer meegenomen. Nee, gelukkig hebben we dat niet in de hand, want dan zou het heel lastig worden. Maar voor de lopers denk ik dat het wel leuk is. Er staat weinig wind en het is in ieder geval, het is niet koud, dus dat scheelt. Alleen, je zult merken dat het publiek wat eigenlijk langs de kant staat, dat het nou laat afweten. Ja, nou ja, dat is altijd wel jammer. Dat heb ik wel vaker meegemaakt met echt regenachtig lopen. Ik heb een keer de berenloop met onweer gedaan. Ja, dan zie je weinig mensen aan de kant. De klap tot klaploop, ik ga de 10 kilometer doen. Die is van Musselkanaal gaat die naar Stadskanaal. Ik hoor dat er heel veel bussen in worden gezet. Ja, wat het leuke van deze loop is, je gaat vanuit Stadskanaal word je met de bus naar Musselkanaal gebracht. En vanaf Musselkanaal loop je terug. En vroeger was het natuurlijk echt een klap tot klap. Ging je over de gele klap heen, dat is nou niet meer. Nou is het de finish, die zit nou in het centrum van de gemeente. Oké, en dat is vlak waar we hier zijn, hoop ik. Hè? Ja, dan zijn we weer lekker dicht bij de auto, kunnen we er snel in springen met de natte kleren. Ja, klopt. Wat vroeger natuurlijk wel leuk was, was het echte klap tot klap. En dan zag je als loper zag je de gele klap. En dan dacht je van, hé, nou ben ik er. En dan moest je ongeveer nog een 500 meter verder. Ja. En dat was natuurlijk wel een dingetje. Dan denk ik van, hé, nou moet ik nog iets verder. Maar op zich denk ik ongeveer een dikke 800 lopers. Nou, dus het is wel een begrip in de regio. 800 lopers, nou dat is best wat. Ik heb 2 dagen geleden een molenloop in Friesland gedaan. Er waren 160. Vonden zij al veel. Dus 800, nou ja, dat is een mooi aantal. Klopt. En wat natuurlijk heel leuk is, dat merk je hier niet, maar in Musselkanaal zelf is er ook nog een jeugdloop. En je merkt gewoon dat het bewegen belangrijk is. En ja, voor de klap tot klap is het natuurlijk leuk dat je een jeugdloop hebt en dat die ooit eens een keer verder gaan. En dat de 5 kilometer wordt ook ooit eens een 10 kilometer. En ja, daar doe je het voor, hè? Ja, precies. En zijn er ook onverharde parcouren? Hebben we te maken met heel veel wateroverlast voor de voeten of valt dat mee? Ja, dat valt allemaal mee. Het is, kijk, wat altijd lastig is met de klap tot klap is de weersomstandigheden. Als je de wind tegen hebt, dan heb je hem dus ook gewoon 10 kilometer tegen. En ja, iemand die een snelle tijd wil lopen, die heeft liever de wind een beetje in de rug. Dus dat blijft altijd lastig. En ja, heel vaak zie je hier gewoon met de klap tot klap, zuidwestenwind, dan moet je er tegenin. Dus het is niet anders. Nou, dan gaan wij er lekker tegenin. Wij gaan ons voorbereiden op de start. Ja. Wij gaan zo richting de start. En misschien zie ik u wel bij de finish weer. Nou, ik denk het wel, want ik als vrijwilliger help ik ook mee. En wij doen de uitgifte van de medailles. Dus ik zie jou sowieso heel veel succes. En wat natuurlijk wel belangrijk, heel veel plezier. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat is waar. Ja. Hartstikke bedankt en tot bij de finish. Graag gedaan. Heel veel succes. Hoi. Nou, wat vind je Willem? Lekker in de bus van de Easy Toys. De Easy Toys. Nou jongens, we zijn de Easy Toys bus weer uit. We gaan nu richting de start. Het regen is iets minder geworden, maar nog wel behoorlijk druppelig. We gaan zien wat het wordt. Op naar de tassenafgifte en op naar de start. Ja, jullie hebben allemaal camera's mee. Wat gaan jullie doen? Ja, dat klopt. Ik ben...
We zijn live in beeld nu ook? Nou, niet helemaal live in beeld, maar ik ben er van Ross of Running Channel, YouTube kanaal, ja, wordt behoorlijk veel bekeken en ik neem de complete run neem ik op. Ja, je hebt eentje op je hoofd zitten en je hebt een stok mee. Dat klopt. Wat is het verschil? Nou, ik ga deze run ga ik helemaal lopen, ik ga hem ook helemaal opnemen, dus je gaat ook een uur film zien. Yeah. En tussendoor moet ik even een drankje doen en dan gaan we even lekker door deze camera praten. En dan gaan we even lekker een praatje maken onderweg. Het is een soort vlog. Het is een soort vlog, zo moet je het zien. En dan echt de complete run, alle data erbij, landkaartje staat erbij, snelheid, hartslag. Ja, en dus, dat wordt allemaal opgemeten met alle apparatuur die je om je heen hebt. Ja, ik heb hartslagmeters heb ik om. Je kan aan mijn horloge kan je dus landkaartjes zien en de snelheid. Dus en dan wordt leuk en dan op YouTube. En dat komt op YouTube op Rosso's Running Channel. Kan je hem terugzien vanavond waarschijnlijk. Vanavond al. Dus we moeten vanavond eerst nog even deze loop doen. En dan ga je gelijk nog weer achter de computer om dit klaar te maken. Ja, dat klopt. Dan zit ik nog even weer 6 uur te editen. En dan zo snel mogelijk online. Dan kunnen ook zoveel mogelijk mensen zien hem dan nog. Ja, duidelijk. Wat verwacht je qua tijd? Ik verwacht qua tijd ongeveer een uurtje. Ik loop meestal gemiddeld een pace van 6. Lekker rustig aan. Af en toe ga ik ook even wandelen, een praatje maken. En dan zeg ik even wat in de camera. En daarna gaan we weer lekker verder. Vooral plezier dus. Ja, het is voor mij heel veel plezier, heel veel genieten van de natuur. En genieten van Mussel en Stadskanaal. Ik zou zeggen Musselkanaal, Stadskanaal. Waar kom je zelf vandaan? Ik kom zelf uit Emmen. Dichtbij? Vlakbij, was maar een half uurtje rijden, dus dat viel nog mee. Duidelijk, heel goed. Succes zo meteen. En hartstikke bedankt. Ook met editen. Hartstikke bedankt hè. Nou, we staan nu in de startvakken, jongens. Het gaat nu beginnen. 10 kilometer, klap tot klap loop. En ik zie jullie bij het eerste pitstopje wel weer. We'll be right back.
You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Running with the lions, lions. We'll be right back.
a generation of my time. There is nothing we can do. We'll be right back.
Jongens, hier heb je hem al. Het allereerste drankpasje. Hey! Lekker slokje. Ah, heerlijk. Beetje water. Konden we gebruiken. En jongens, vergeet ook eventjes niet even abonneren. Like deze video. En ring dan een mooie belletje. En ik zie jullie bij de volgende pitstop wel weer. Jodel! Thank you.
One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I want you? Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Lekker man, even weer een glaasje drinken. Ik ben over de helft, we hebben het gehaald. De eerste 5 kilometer jongens, we werden alweer luid toegeroepen door de speaker. En ja, de regen gaat ook ongeveer weer terugkomen. De mensen achter mij komen ook weer terug trouwens. Maar ik moet ook zeggen, ik heb de eerste 5 kilometer even extra hard gedaan. En nou maar even. Pas op de plaats en even wat langzamer. Nou, eerst een slokje. Lekker man. En ja, hopen dat het ook goed gaat met FCM. Jongens, zat ik daar toch even mooi in de spelersbus. Want zij hadden hem niet nodig vandaag. Prachtig. Nou, het is een hele lange straat. Maar ik hoorde ook dat dit 1 rechte run was. Dus 1 streep langs dat mooie kanaal. Nou, het is in ieder geval wel lekker plat. En dan krijg ik weer te horen dat ik wel moet doorlopen. Er zijn altijd mensen die achteraan lopen. Ja. Aanpakken. Ik loop er zo wel weer voorbij. Nou, jongens. Tot bij de volgende pitstop.
of bij de finish. We zien het vanzelf. Ik zeg, jodol!
Het is wel een hele lange straat. Ik dacht, we gaan de bocht door en we gaan weer lekker een dorpje in, maar nee. Nee, het één grote lange rivier. Nou ja,
Ik heb hem nog nooit gedaan en hij is best gezellig. Ondanks het weer genoeg mensen langs de kant van de weg. Ik denk dat het in het Stadskanaal nog wel wat drukker is. 7 kilometer gehaald zie ik. Lekker. Dat is ook het langste wat ik nog loop voor de Rotterdam Marathon. Volgende week, na een paar kleine trainingjes thuis, gaan wij de 4 mijl van Emmen doen. Op zondag, dinsdags, doen wij dan de 4 mijl Primera de Haan. Loop uitgenodigd door organisator Gert-Jan de Haan. Hartstikke lief natuurlijk. En na dinsdag doe ik helemaal niks meer. Tot aan de zondag erop. Want dan hebben we natuurlijk die alles befaamde Rotterdam Marathon. Nou, hopen dat het daar een beetje mooi weer is. Niet te warm, niet te veel regen, niet te veel wind. Nou, bij die marathon begin je met de Erasmusbrug. Die ga je helemaal omhoog. Allemaal weer fans, jongens. En die Erasmusbrug die gaan we 2 keer over. Dus dat wordt ook nog wel een pittige. Nou, er komt nog zoveel achter mij aan, jongens. Heerlijk. Wij zullen nooit laatste worden. Ik denk vooral omdat ik even dat voor mij kleine sprintje heb getrokken. Tot 5 kilometer. Wat prachtig mooi. Kijk, daar komen de 60er paces al aan. Dus ik denk dat ik ook ongeveer een uurtje erover doe. Nou, het hartslagje zit weer lekker op 145, 146. Dus wij kunnen weer. En wij gaan weer. Ik bedoel, meedoen is belangrijker dan winnen. En gaan! Hummingbirds are flying in the sky.
Always on go, feel like I'm never home. I get so
what you need. I'm in the earth and my seas, and I watch them grow till I say my peace. Know you feeling it, I got you feeling it. Monsters, tell me, do you believe in those monsters? I'm talking dreams so big that they'll haunt you, or they'll calm you. That's how you know if you gotta go and get it, get to win and not conquer. I had to go out and get it without a sponsor. Kept it real, never crooked, yeah, that's honor. Now I can go out and get it how I want to. Hashtag bless. Nog maar 500 meter en we hebben hem alweer gehaald. De 10 kilometer klap tot klaploop 2024.
200 meter nog, jongens. En dan hebben we hem. Heerlijk. En wat een mensenmassa hier. Kijk eens mee. Jammer of Erik Havenkamp. Daar komen wij, jongens. De finish. Heerlijk is dit. En ook nog onder het uur, jongens. Prachtig. Gehaald. Yes. Heerlijk. En nu gaan we direct door naar de afsluiting. Hoe is het gegaan? Ja, heerlijk. Prachtig, jongens. Ik heb de eerste 5 kilometer even flink doorgetrokken. Een peesje van onder de 5,5. Dus ik ging behoorlijk kapot. Dus ik heb het tweede stuk maar lekker rustig aangedaan. Behalve de finish. Even tot het maximale. Even een eindsprintje. En nou op naar de Rotterdam Marathon, jongens. Ja, wanneer ga je die lopen? Over 2 weken is dat, hè? Ja, over 2 weken, 14 april. En dan ga je ook weer vloggen? Dan ga ik ook weer vloggen. Helemaal dan heb ik 4,5 uur de dingen om het hoofd. Ja, het is wat je wil, hè? Ja, precies. Dat is keuzes. Helemaal goed. Oké. Dankjewel. Ja, jongens, dat was hem dan. De Klap tot Klaploop 2024. Ja, het was zelfs een pittiger rondje dan de 16 kilometer molenloop. Of rondje, streepje. Want ja, ik heb het begin eventjes, ben ik even iets te hard gestart. Ik ging met een pace van 5.30 ging ik van start. Een beetje zo'n beetje tot de 5 kilometer. Ja, en toen heb ik maar een beetje pas op de plaats gehouden. En bij de finish heb ik weer even een klein sprintje getrokken. Ja, het was heerlijk. Even zo langs het kanaal. Het is wel één lange weg, maar het was prachtig mooi om mee te maken. Ja, jongens, eventjes trouwens niet vergeten. Even subscriben. Like deze video. En ringel aan dat prachtig mooie malle belletje. En je gaat nog heel veel mooie video's zien. Ja, wat ik zeg, 2 dagen terug hebben we de molenloop al opgenomen in Friesland. Volgende week zondag gaan we meedoen met de 4-mijl van Emmen. De dinsdag daarop gaan we de Primera de Haan 4-mijl doen. En de zondag erop de Rotterdam Marathon. Eindelijk gaat die beginnen, jongens. De eerste marathon. Heerlijk. Wat ook heerlijk is, jongens, is wat mij altijd meegenomen wordt. En ja, ik denk als jullie de vorige video hebben gezien van SV Friesland, nog steeds bedankt Nestor van SV Friesland, Jan Kooistra, voor het prachtige mooie bierpakket. We hebben hier weer de Gruttepier. En nou de blonde editie. Nou, de vorige Gruttepier die plopte heel erg. Eens even kijken wat deze doet. Hij is wel lekker koud, dus. Nee, middelmatig plopje. Maar dat geeft allemaal niet. Ja, ik had de vorige keer al even uitgelegd wat de Gruttepier is. Dit was een reusachtige man in Friesland die de Hollanders eens eventjes een lesje leerde. En vandaar dat deze brouwerij er gekomen is. Nou, jongens, we gaan de blonde editie van de Gruttepier nu maar eens even uitproberen. Ik zeg proost. Ah, deze is een klein beetje bitter. Hij is wel zacht bitter. Het is een, prima pilsje. En 4,5%. Categorie 2 lees ik. Ja, dat is apart. Het is geen categorie 1 biertje. Water, gerstemout, havervlokken, tarwemout, hop, koriander en gist. Nou, jongens, ik ga hier heerlijk van genieten, want de eerste slok was al goed. En genieten jullie van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. En tot volgende week bij de 4 mijl van Emmen. Proost!